We willen een sterke regio Land van Kuik en Noord-Limburg. Daarvoor is het nodig dat bedrijven, instellingen en overheden samenwerken. De Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg brengt sinds 2000 deze samenwerking op gang en start daarbij voortdurend nieuwe samenwerkingsverbanden op. Zoals in duurzaamheid en veiligheid. In gezamenlijke projecten sluiten we onder meer collectieve contracten af, waarbij we economisch voordeel behalen. Daar zit een dieper uiteindelijk doel achter, namelijk het verlagen van de druk op het milieu. Gezamenlijke contracten werken kostenverlagend en bevorderen duurzaamheid. Zo richten we ook onze contracten in. We bieden ze aan op het gebied van beveiliging, met onder andere collectieve surveillance en camerabeveiliging. Of voor inkoop van energie, elektra en gas, afvalinzameling, kantoorartikelen, kleine blusmiddelen en op het gebied van opleidingen, zoals BHV, AED en VCA. En natuurlijk houden we netwerk- en informatiebijeenkomsten. Deelnemers aan onze stichting, leden van de industriële kring Land van Kuik en Noord-Limburg en van de bedrijventerreinverenigingen in de regio doen hier hun voordeel mee. Ik ben sinds de jaren 90 deelnemer geworden van het DBO, destijds vanuit Mil in Boksmeer. En de bedoeling was hiervan om de collectieve contracten daar aan te haken, vooral bij de volumes die gegenereerd werden, om daar inkoopvoordelen mee te halen en een stuk ontzorgd te worden. Ik ben lid van DBO, al denk ik bijna vanaf het eerste uur. En dan met name op energie en beveiligingsproject. Gedurende de jaren, zeker sinds de laatste 5 jaar, dat er steeds meer andere collectieve contracten bijgekomen zijn. Zoals van kantoorartikelen tot en met de BHV-cursussen. En waar mogelijk doen wij onze deelname aan het contract indien het voor het bedrijf past. En ik denk dat wij van alle contracten zo'n beetje deelnemer zijn. Als je ergens lid van bent, dan ben je lid omdat je erachter staat en dan moet je er blind op kunnen vertrouwen. Energie wordt ingekocht door mensen die er verstand van hebben en wij leven mee met het bedrijf en we denken daarmee ook, we hebben af en toe ook vergeleken, daar altijd de beste prijs met het beste contract te krijgen. En ik geloof zeker dat als je lid bent van een vereniging als de Industriële Kring en ook later deelnemer wordt van het DBO en nu alle bedrijven die weer aangesloten zijn bij de BTV's, dat het altijd zinvol is om collectief de inkoop te organiseren. Bent u ook enthousiast geworden? Wilt u meer weten over de Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg? Direct aanmelden misschien? Klik op de link in de video en ontdek wat wij voor elkaar kunnen betekenen.